Dinsdag botste een auto met twee mensen uit Bolsward op een stilstaande vrachtwagen op de rondweg van Sneek. De stilstaande vrachtwagen stond met pech op de vluchtstrook van de afrit A7. De bestuurder van die vrachtwagen lag op dat moment van de botsing onder de auto om de band te verwisselen. De Bolsward'er zag de vrachtwagen te laat. Direct na de aanrijding botste een andere auto die bestuurd werd door een inwoner van Wommels tegen de achterzijde van de auto van de Bolsward'ers. Deze bestuurder kwam met de schrik vrij.